Wait for it. Wait for it. Wait for it. Ja, daar is hij weer. Wat? Je kunt hem niet vermoorden. Je hebt een monster gemaakt. En alles wat hij wil is jou knuffelen. En daar komt zijn kind. En die kan... Ja, en ze blijft gewoon liggen en ze komen zo weer tot leven. Zo graag willen ze je knuffelen dat ze gewoon zeggen tegen God die bij de deur staat van... Hey, kom binnen, gratis ijs. En dan zeggen ze nee, wij willen knuffels van papa. Maar jij vermoordt ze de hele tijd. Dus als je nou gewoon even een knuffel geeft... Dan is dit misschien allemaal voorbij. Kijk, daar komt zoontje nummer 2. Who the fuck is... Zoontje nummer 2, daar is papa. Oh. Maar... hoe kan dit? Serieus, hoe kan dit? Weet ik veel, jij bent een gestoorde scientist. Heb je de backstory niet gehoord of zo net? ik weet niet meer... Ik dacht dat het gorilla's waren. Een varige gorilla. Maar ze gaan zo te zien pas weg als jij toegeeft dat ze dat niet zijn. Ja, geef me een knuffel. Oké, ja. Het gaat nog even door volgens mij, of niet? Ja, ik heb geen idee hoe dit... Ik weet ook niet wat voor magisch trucje je hebt uitgehaald. Ik heb niks gedaan. Het zijn wel zombies, dus het is wat realistischer. Dat ze gewoon de hele tijd weer tot leven komen. Is het iets in een update of zo? Nee, denk het niet. Ik denk dat het gewoon een bug is. Weer rug. Hebben alle zombies dit? Ik denk het. Ik zie jou gewoon verward rondkijken, zo van, what's happening? Ja, wat? Ik begrijp er niks van. Maar we waren onderweg naar het dorp, weet je nog? Ja. Om tegen Pim Pruim te zeggen, dat was zijn naam toch? Ja, nou, we hebben dus dat dorp gevonden. Mm-hmm. En we weten eigenlijk niks van het dorp. Ik wist niet eens dat het bestond. Dus misschien weten ze daar meer wie er in dat dorp woonde. En nu zombies zijn geworden waarschijnlijk. Zo, ja. Ja, ze heeft echt een grote familie gemaakt hoor. Ik weet niet hoe de fuck hij zich zo goed heeft voortgeplant, maar het zijn er echt veel. Kijk dan, ze komen allemaal achteraan. Oh. Ga naar papa. Oh, nee, ik ben niet papa. Ik ben niet papa. Ze zijn heel snel. Oké, laten we maar gewoon snel naar binnen gaan. En dan mogen zij in de wilde... Kuil. Oh ja. Whee! Vleugels, super useful. En die weer mollen. Yes. Dus, we gaan naar Pim Pruim even wat informatie verzamelen en daarna vragen van, hey, what's next? Happening? Ja, what's next? Wat gaan we dit doen? Hey, Sjaak, nog steeds aan het gamen. Ongelooflijk, Sjaak, hè? Zo. Hey, Zwempiet is hier binnen. Waarom is het nat hierboven? Was het altijd nat hierboven? Volgens mij wel. Oh. Heb ik dan altijd uitgehad. Slechte infrastructuur. Ja. Ziet er wel mooi uit hoor. Maar... Zo noem je dat niet eens. Een beetje druiperig. Is prima. Ja. Is dat niet de verkeerde kant? Ik denk dat dit de goede kant is. Dat we hier dan omhoog gaan. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Boe. Ik bedoel, jij kan vliegen, maar... Ja. Oké. En dan moet Pim Pruim hier ergens zitten. Nee, volgens mij rechts. Hier. Oh, echt? Verder lopen nog. Pim Pruim, jongen, hoe gaat het met jou? We hebben wat informatie nodig. Welkom terug, engelen. Hebben jullie het kwaad vernietigd? Nee, we hebben een uitgemoord dorp gevonden, maar de dader was al vertrokken. Nee, we hebben meer informatie nodig. Weet je al iets over de Ghastly Sol? Oeh, welke vraag zullen we eerst stellen? Oeh. De uitgemoorde dorp met een dader die verdwenen is, of over een dom voorwerp genaamd een Ghastly Sol? Ik denk, we kunnen altijd nog... Daarna vragen dat we daarna zeggen dat we het dorp hebben gevonden. Het lijkt me. Laten we die informatie achterhouden, zodat we eerst weten wat de Ghastly Sol is. Nou. Toch? Dat zeg je nu. het lijkt me dat we hem altijd nog kunnen vertellen dat we het dorp gevonden hebben. En misschien gaat die optie van die Ghastly Sol weg als we het niet doen. Oké, nou dan vragen we de Ghastly Sol. Helaas kunnen we hem hier niet goed analyseren. In de Mage Tower in de stad zitten een aantal specialisten op het gebied van het analyseren van onbekende items. Dan gaan we nu naar de stad. We zullen die schurk te pakken krijgen. Waar is de stad? Oh. Oh, dus... Dat de andere optie is verdwenen. Great, Rogier! Maar ik kon het niet weten. Maakt niet uit. Dan gaan we eerst vragen waar de stad is, denk ik.
Helaas kunnen we hem niet. Ik vroeg waar de stad was, niet waar. Als jullie het pad volgen vanuit de hoofdingang van de tempel, komen jullie er vanzelf. Dan gaan we nu om de schurk te pakken te krijgen. Ik weet niet of de schurk daar zit. Wacht even, ik ga nog een keer met hem praten. Yes, we hebben de optie weer. Uitgemoord dorp gevonden. Maar de dader is vertrokken. Dat is verschrikkelijk. Waren er overlevenden? Nee, er waren geen overlevenden. Dat is de enige optie die ik heb. Oké. Dat is erg spijtig. Ik zal voor hen bidden. Ook zal ik een aantal man naar het dorp toesturen om de lichamen te begraven. Oh, dat is netjes. We zullen die schurk pakken. Weet je al iets over de Ghastly Soul? Oh, zie je? Wauw. Ja. Oké, het was dus de andere kant. We tried to outplay Pim, maar Pim outplayed us. Ja. Nou, en nu en nu zeggen we helaas kunnen we hier niet goed analyseren. Oké, en dan gaan we nu naar de stad. Helemaal goed. Dus dan moeten we een stad vinden om... Maar hoe weten we dat de dader in de stad is? Dus dat weten we niet. Misschien de enige kant waar die... We hebben een Ghastly Soul, dus misschien kunnen we daar wat informatie uit krijgen over de dader en zijn werkmethode en dat soort shit. Wat was hier beneden ook alweer? Oh ja, die gang. Ja, nee, is goed. Ja. Ik moet ook even wat eten fixen. Misschien heeft iemand in het dorp wat eten voor me? Ik heb... persimmons. Hoeveel heb je er? 10. Dat is niet genoeg. Kijk of ze hier wat eten voor me hebben. Allemaal pek en veren was dit, toch? Yup. Yep. Geen eten voor mij. Hebben ze geen farm of zo? Hoe kan dit dorp leven zonder eten? Ik heb geen idee. Hoe doe je dat ding ook weer dat je alles in één keer pakt uit de chest? Shift. En dan dubbelklik. Onze geestvriend, heb jij wat eten voor me? Dat lukt niet. Misschien is het de update. Ik pak even wat appels uit deze appelboom. Wat ga je meenemen? Dat leer? Ik ga wat veren meenemen voor pijlen. Ah, oké. Okay. Een paar hoor, niet anders. Je hebt alles meegenomen, hè? Nee. Moet wel wat overhouden. Ik bedoel, anders is het stelen, toch? Het is sowieso stelen. Maar een paar zullen zien deze tocht in. Nee, dat klopt. Zo werkt dat. Waarom staat hier een chest? Er staat hier een chest met bouwers gezocht en modern koken in een minuutje. Oh nee toch, bouwers gezocht weer. Nee, maar deze heb jij hier achtergelaten, denk ik dan. Oh, ja, dat zou kunnen. Ja. Het ligt eraan of hetzelfde opstaat. Dat is van mijn oude avonturen. Waar ben jij? Ik ben nog bij de chest. Are you fucking serious? Ik kom er even aan. Nee, niks aan. Een paar veren, hè? Ja. Wat ladder is er nog? Mhm. Ja. Yep. Dat zijn hier een paar veren. Of hoorde die altijd al leeg te zijn? Ja. Je hebt ook alle sticks meegenomen en al het kool. You greedy piece of shit. Mijn god. Yes. Het is dat we een moord voor hun oplossen, anders zou ik echt zwaar tegen zijn. En ze betalen ons niet, dus dat is dan onze betaling. Great. We hebben hun hele tempel gered van een gigantische roos onder de grond. En nu hebben ze geen kool meer om zich warm te houden in deze koude winter en gaan ze allemaal dood. Het is zomer hier. Kijk hoe mooi weer het is. Het is hier permanent zomer. Hey, kijk nou even naar hoe ik eruit zie. Ik zie er niet zomerachtig uit, of wel? Kerstig. Heel kerstig. Heel kerstig, inderdaad. Dus het is hier geen zomer. Of ik heb gewoon op de verkeerde kleren. Dat kan ook. Dat kan ook. Hallo meneer de Gard. Hallo reizigers. Doei meneer de Gard. Oké, okay, dus hier is het dorp, als we het pad volgen. Oeh, een huisje met een groen dak. Is dat weer een tolweg? Dan zijn we echt fucked namelijk. Oh nee toch, het is toch niet een tolweg. We moeten echt betere strategieën voor die tolhuisjes gaan ontwerpen. Oh nee, het is denk ik een docking place. Oeh. Oh nee, dat is een guard. Even met hem praten. Oh, we kunnen bootjes van hem kopen, wat cool. Lukt het? Ligt het aan mij of is de bodem van het meer anders? Ja, er ligt helemaal zand, I guess. Ja? Wat voor iets? Ik ga erin duiken. In het meer ben je helemaal gek geworden. Ja, maar... Gewoon met je vuurarmor duik je zomaar een meer het in. Het is maar een meer. Ik vertrouw niks meer als meer. Ik ben heel benieuwd wat je vindt. Is het zand?
Het is gewoon wat zand. Waarom ligt er zoveel random zand? En waarom is er een gozer die boten verkoopt voor zo'n klein fucking meer? Voor recreatie. Oh. Hey! Stop it. Meneer de skeleton. Is er nog meer of? Hey. Wat is dit? Mm-hmm. Ik zet hier een toortje neer. Hey, dat is rood. Dat is rood. Nou, ik hak er even doorheen. Oh, ik ga dood. Oh, wacht, nee, ik kan onder water ademen. Fuck dat. Hoe kan je onder water ademen? Vanwege die bol die ik heb. Oh, ja. Dat is best veel rood. Oh! We zijn, Oh, dat is hier. Dus dit zat eronder. Onder het meer. Maar waarom lag er dan zand boven? Hadden ze dat nodig dan of zo? Ik heb geen idee wat het zand hier doet. Ik vlieg wel even een beetje snel. Misschien is het een symbool. Misschien staat het ergens voor. Ik denk het niet. Oh ja. Lijkt me heel sterk. Nee, ik zie echt helemaal niks speciaals. Staat er niks geschreven? Misschien dat Tim een grote piemel heeft. En dat is altijd vertrouw. Dat vertrouwt iedereen natuurlijk als dat er staat. Misschien. Ja, je kunt alles overal in zien, weet je? Ik denk niet dat we hier heel veel achter moeten zoeken, om eerlijk te zijn. Ik denk gewoon dat we te maken hebben met een gekke bootman. Wat als iets is? Ja, dan vinden we het niet. Wat als het een kaart is? Dan heb jij net de helft weggegraven, weet je nog? Even kijken. Oké. Okay. Oh, het lijkt op een hondje. Oh, ja, dat? Echt? Ja. Oké, okay, kom even bij staan. Lijkt serieus op een hondje. Lijkt op Dickbutt. Maar ja, dat zie ik er dan weer in. Kijk. En bij ons is een snuit. En hij is aan het rennen. Dus zijn voorpootjes staan naar voren en zijn achterpootjes staan naar achteren. Weet je waar het nog meer op lijkt? Waarom? Op je moeder. Ten eerste. En hebben we nog meer? Weet ik veel. Op een viool. Een piemel. Echt, het lijkt op alles, man. Ik kan hier echt niks in zien. Er zijn een heleboel squids. Dat is duidelijk. Ja. Ze genieten van wat daar getekend is. Daar komt het op neer. Of de piemel of muffin is, dat is een heel ander verhaal. Misschien is het niks. Misschien is het gewoon helemaal niks. Zoals we al dachten een half uur geleden. Zullen we het pad weer gaan volgen? Ja. Even kijken. Ja. Denk ik. Oh, je kunt hier naar binnen nog. Heel veel binnen kijken. Goedendag, meneer. Ligt aan mij of is het meer veranderd? Ja, het meer. Waarom zegt hij? Bodem van het meer. Ja, het is anders. Hij heeft gelijk. Nou, let's move on. Oké. Nee. Ik denk dat er meer achter zat. Ik denk niet dat er heel veel meer. Oh, die vind ik clever. Dat er meer achter zat. Leuk. Is dat expres of gewoon per ongeluk? Ja, expres. Mm-hmm. Ik geloof er niks echt van. Ik ben geniaal, ja, Tip. Mm-hmm. Ja, dat dacht echt. Ik al. Ik ben een joke master. Kijk, een chest. Laten we die looten. Er zit een boek in. Oh, ik dacht dat het een val was. Jij ging al afstand van... Tim gaat exploderen. Hij was zo ongelooflijk obvious. Ja, maar het is geen trap, dus ik zal het even lezen. Voor alle reizigers. Beste heldhaftige reiziger. Tijdens mijn reizen kwam ik Patches. Kwam ik? Patches? Oh, Patches is zijn naam. Wat is dat voor een rare naam? Oké. Okay. Kwam Patches deze god tegen en na het analyseren van de grond kwam ik erachter dat er in deze god diamonds, ja, diamonds zijn. Het is 20 pagina's. Oké. Okay. Helaas voor mij kwam ik er snel achter dat deze god veel te gevaarlijk voor mij is, vandaar dit bericht. Als je van plan bent om de god te verkennen, laat dan alsjeblieft de chest en dit boek achter bij de ingang. Dus voor het geval dat je doodgaat, zodat de volgende lijken kan vinden en diamonds. Oh, het is 20 pagina's, maar dat was alles wat erin stond. Die vind ik wel heel leuk, dat er zo staat. Gewoon van, ik heb geen vertrouwen in jullie. Voor de volgende maloot. Willen we diamonds? Ja, we kunnen wel wat diamonds halen, toch? Waarom niet? Ik bedoel, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, gevaarlijk my ass. Oké, ik durf niet meer.
verder? Ik heb geen eten, man. Oh ja, ik heb 33 appels. Never mind, we good, let's go. Ik heb niet zoveel toortjes. Ik heb wel een hoop toortjes. En ik heb heel erg toevallig een hele hoop kool en een hele hoop sticks gevonden. Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Die misdaad tegen het dorp. Ik denk dat we zo diep mogelijk moeten. Dus als we omlaag kunnen, moeten we omlaag. We hebben het wel voor diamonds inderdaad, die spannen laag. Ik vind het wel grappig dat hij het gevaarlijk noemt en dat er echt gewoon helemaal niks gevaarlijks is. Ik denk gewoon dat hij een normale dorpeling is en dat gevaarlijk voor hem normaal is. Zou me niks verbazen. Diamonds! Are you fucking kidding me? Dat was... Oh! Holy shit! Oh, doei! Ik red je! Dankjewel! Oh, fuck! Holy shit! Dankjewel! Oh, daar trapte je mooi in. Oh, wow. Ik wil zo... Wow! You got wrecked. Ik heb niet eens een pickaxe op mijn bar staan. Ik heb niet eens een pickaxe. Zal ik toch maar even die diamonds halen? Maar, wat is dat voor een raar gedoe? Die probeert dus mensen te trappen. En ze... Hij had het loot niet eens kunnen krijgen. Want dan was alles was verbrand geweest. Ja, jouw loot. Maar daar gaat het volgens mij dan niet om. Het is gewoon een evil plan. Oké, we zijn 1 diamond kwijt in de lava. Tuurlijk. Nee, we hebben 1. Mooi. Ik zal even dit blokkeren met wat wol. Gaat prima, toch? Ja, ik heb ook nog een stone brick. Hier, dat is goed. Lol. Maar dat is een trap. Oké, okay, ik ben echt zo blij dat jij dat was. Ik vond me mooi. Ik kon erom lachen. Nou, dat was makkelijk. Ja, waarschijnlijk heeft hij diamonds gevonden en ze hier neergezet. Ja, moet wel. Als faal. Grappig. Ik snap niet waarom, though. Er stond niet, het boek was niet gesigned of zo, hè? Nee. Weet niet wie dit heeft gedaan. Nee, we hebben echt geen idee. Hadden we dit allemaal bekeken? Ja, denk het wel. Ja, hier zie ik ook niks. Loop dood. Je had die andere gang al bekeken? Mm-hmm. Niet. Is hij gewoon donker nog? Zijn dan maar... heb ik hem niet gevonden. Hij is leeg. Oké. Zo, dood. Dus, ik ga de uitweg proberen te vinden. Ik ben ook bij de uitweg. Mooi. En dan kunnen we richting het dorp, denk ik. Ik zag wel iets in de verte. Ja, ik ook. Wat raar! Nou, laten we die maar mollen, want de diamonds die hebben we al. Ja, dat is een goed idee. Wat apart. Hmm. Even de wereld opnieuw laden, want ik zag echt een groot gat in de berg. Wat er erg mooi uitzag natuurlijk. Oké. Zoals gewoon. Zie je dat daar in de berg? Ja, ik zie wat gaten in de bergen daar. Nee, maar ook verder, daar. Wat in de bergen? Die grote muur? Ja. Ja, tuurlijk. De lift of het bergpad? Ik stel voor dat we de lift nemen. Ik neem het bergpad. Are you fucking kidding me? Liften zijn voor luie mensen, Tim. Als je fit wil blijven, moet je lopen. Maar zo mooi. Er staat hier een roos. Ik ben nou heel blij dat ik deze heb genomen. Er is zo'n mooie hangbrug. Er staan hier een heleboel rozen. Wacht even, wat staat hier? De lift heeft technische problemen. Gelieve pad langs de berg te... Ha! Fuckers! God damn it! Moet ik hele takken in gaan lopen. Moet ik ook nog teruglopen. Kon dat niet daar bij de splitsing al staan, jongens? Jesus Christ. Dat zou wel anders zijn. Oh. Dat is echt vlakbij. Succes met de loopbrug. Met de hangbrug. De hangbrug. Het is een loopbrug, toch? Wow, oké. Dat is een beetje parcoursachtig. Ah, gelukkig kan ik vliegen, anders was ik daar gevallen. Ik hou van dit pakje. You noob. Yep. Oké, het bergpad op. En kijken wat we kunnen vinden in dit dorp. Waarom gingen we hier ook alweer naartoe? Ja, omdat de dader van
Nee, niet de dader. We konden hier info vinden over de Ghastly Goal. Hey. Oh, dat ook. Nee, hey. Dit was toch bij de toren ergens? Ja, een soort magische toren. Waarschijnlijk hier binnen ergens. Hé, hey, dikzak, waarom werkte je lift niet? Er was een code 418 opgetreden. Ik wacht momenteel op versterking. Kunnen wij helpen? Of wacht, zullen we eerst vragen wat de code 418 is? Code 418. Ik google het op dit moment. Oké, ik heb het antwoord al, maar ik wacht even op jouw leuke antwoord. Error code 418. Een stack overflow running HTTP error. Storing in de functionering van de lift beladen met niet levend materiaal. Oké. Dus ik weet niet wat ze naar boven probeerden te tillen, maar waarschijnlijk waren het een heleboel stenen die te zwaar waren. Daar komt error 418, I am a teapot. Oké, kunnen we helpen? De volgende vraag. Ik ben een teapot, wat? Je bent een teapot. De handelaar die op zijn waren aan het wachten is, is me de oren van het hoofd aan het bellen. Het zal me enorm helpen als jullie zijn waren hierboven kunnen krijgen. Nee, geen zin in? Of oké, we zullen de spullen boven krijgen? Hoe moeilijk aan het zijn, toch? Ligt eraan wat voor spullen het zijn. Dadelijk wil hij dat we gewoon 20 gigantische beelden naar boven tillen. Hebben we daar zin in? Wie weet geeft hij ons zoiets. Als we het doen. You're a typical hero. Oké, we zullen de spullen boven krijgen. Ja, toch? Bedankt. Wie geeft hij ons iets? Bloed, oh. Bedankt, heren. Dat scheelt mij een heel aantal gesprekken met een boze handelaar. Hier, neem alvast deze nuggets als dank. Wow. Hoeveel nuggets heb je? Ik heb er 5. Ik heb er 20. Wow. You cheap bastard. Nu wil ik weten wat het is, though. Oh, kut. Wat is... Oké, wacht. Gewoon stronk? Maar dat valt wel mee. Ik kan vliegen, dus... Oh, nee. Nee. Waarom zei je ja? Wat? Oh nee, er zit echt in elke chest een dubbel inventory aan crap gewoon. Like potatoes, leather, melons, iron. En daar hebben we net 25 nuggets voor gekregen. Like al deze shit bij elkaar is meer waard dan die 25 nuggets. Maar you wanna be a good guy or an evil guy? Ja, maar jij moet het doen, want ik kan niet vliegen. Oh, hou je bek. We maken gewoon een trap hoor. Ik kan dit net halen, ja. Volgens mij heb wel. Heb jij een... Ik heb een chest. Crafting table. En nu een crafting table. Ik weet niet waarom, maar... Hupsakee. Waar moeten we ze neerleggen? Ik weet niet waar we ze neer moeten leggen. Zo, crafting table staat er. Kan die chest nog open? Nope. Oké, dan ga ik wat ladders maken. Kleine error in mijn design. Oké, ik drop even al mijn inventory hierin. Ik hou wel mijn zwaard... Nee, ik hou niet eens mijn zwaard bij me. Met de... Oh, ik heb de bullet nog. Wil jij een bloody bullet hebben? Dat is bewijs. Dat wil ik eigenlijk... Oeh, ja. Die houden we wel. Oké, ik gooi het wol weg en let's go. Dan. Er is een ladder. Zo. So. Mooi. En wat, hoe gaan we dit dan allemaal naar boven brengen? Ik heb geen idee. Gezocht mensen. Oh mijn god, kijk naar. Oh, dat kool. Heb je kool gevonden? Die had ik nog niet gezien. Hier staat nog een bordje trouwens. Gezocht mensen met info over brandende bloemen. Voor meer informatie graag melden bij de magiërs. Wij hebben info over brandende bloemen. Brandende bloemen, daar? Ja, die vuurbloem. Die zet ons letterlijk in de fik. Het was aan het regenen, maar... Oh, die. De vuurbloem. Daar hebben wij info over. Ja. Nou, daar kunnen we ook nog even langs gaan. En daar staat hier een globaal autonome politie. Wat is autonoom? Ja, ik weet het ook niet wat het precies inhoudt hier. Beste reiziger, het spijt me, maar jullie moeten je eerst introduceren voordat jullie de stad ingaan. Er lopen namelijk snode mensen rond de laatste tijd. Snode mensen? Laten we eerst even vragen. Ja, de magiërs in de toren zijn op zoek naar mensen die iets weten over een of andere vuurbloem. Iets met het einde van de wereld of zo. Maar konden... Ja? Maar konden ze niks beters verzinnen dan een vuurbloem? Oh, hij heeft een mening. Maar ja, wat wou je zeggen? Als die magiërs... Wij weten dingen over een vuurbloem. Ja. En die magiërs,
kunnen en weten iets over Ghastly Souls. Ja. Dus daar kunnen we best wel een goede deal mee maken misschien. Nou, vind ik, alleen ik denk dat we meer van ze moeten vragen. Als het over het einde van de wereld gaat, dan kunnen we denk ik best wel wat verdienen hier. Right? Ja, I guess. Gewoon slim spelen, flink wat monies en wat loot erbij. Jij was van de loot, kom op zeg. We hebben ze... ja, sure. We hebben een beetje goed onderhandelen hier. En wij horen iets over het einde van de wereld. Nou, dat moet wel heel serieus zijn. Oké. Okay. Dan gaan we daar naartoe. Haha, de magiers toch. Zo grappig. De magiers? Zo grappig, wat? Die optie klinkt leuker, maar ik denk dat het is van... dat ik dan nu speel alsof ik niks weet. Yep. Wat, het dus einde van het gesprek was dat. Je doet alsof je niet gelooft in magiërs ofzo? Nee, alsof ik hun informatie, laat maar zeggen... weet, alsof jij... Nee, gewoon niet zeggen van... hé, hey, ik weet alles, ik ga naar ze toe. Ik vertrouw Henry niet. Laat maar zeggen, ik kan tegen Henry zeggen... oh, dan gaan wij alles voor hem oplossen. Voor die magiërs. Of ik kan zeggen tegen Henry... oh, haha, magiërs. En doorgaan met ons avontuur. Ja, ja, oké. Okay. Dus nu, wat we nu, dus nu weet Henry niet wat wij doen. Ja, Henry heeft geen idee. En hij vertrouwt... oh, we hebben ons niet eens geïntroduceerd, bedenk me nu. Ja, natuurlijk. Ah, dank u voor uw medewerking. U bent... ik heet Timmy Boy NL. Mijn naam is CC Donut. Carcamel. Mijn naam is CC Donut. Ik ben Carcamel. Als in een kazige donut. Wacht, u bent toch niet oordelende meloen? Nee joh, het lijkt maar zo. Eerlijk wel. Oké, okay, nee joh, het lijkt maar zo. Ik ben niet de meloen. Ik ben de magische slijm. Wow. Dus ik moet hem even introduceren. Ik heet Timmy Boy NL. Oh, oké. Okay. Fijne dag nog. Oké, okay, doei. Well, that was easy. Kun jij een van die kisten nog boven krijgen? Want mijn inventory zit echt helemaal vol. Want volgens mij... als een kist leeg is, dan kan ik hem boven krijgen. Ja, nee, dat kan niet. Maar ik kan het misschien wel. Als ik dit nog helemaal kan vullen. Ja? Ja, dat kan. Heb je niet nog een chest nodig? Ik maak even een chest voor jouw inventory. Ik heb al mijn stuff al in een van de kisten gedaan. Ja, maar dat is onhandig. Dan pak ik er zo weer uit. Oké. Okay. Oh, ik val. Moest het hier naartoe of moest het helemaal naar boven? Even... nee, het moet gewoon boven. Dus waar... het lijkt me onder dit afdakje. Echt? Ja. Oh, dat valt wel mee. Het is wel veel werk, maar... fuck it. Moet het ook allemaal gesorteerd zijn? Waarschijnlijk wel, hè? Waarschijnlijk niet. Ain't nobody got time for that. Nou, hij zei inderdaad niks over van. Het moet boven. Go. Precies. Nou, gezien het in Minecraft onmogelijk is om een hele kist vol dingen op te pakken. Ja, dat is jammer, hè? Toch? Okay. Ja, nee, toch? Ja, klopt. Het is toch onmogelijk? Ook in mods? Ja, misschien met bepaalde chests of zo. Ik heb even... die bepaalde chests? Nee. We kunnen het uitproberen. Ik heb een lege inventory, wacht op mij. Dat zou heel veel schelen. Nou, probeer maar. Sla die... met mijn hand of met een axe? Nope. Dat zijn ze niet. Ik ga al naar beneden. Damn it. Oh, ik heb geen inventoryruimte meer. Oh, waarom gooi je nou meer naar beneden? Ik doe het niet. Ik gooi niet meer naar beneden. Oh, dat blijft gewoon oneindig vallen. Waarom kan ik het niet oppakken? Oh, het ligt boven. Denk ik. Zo, hier naar boven. Ah! Oh, dus denk je dat de lift gevallen is? De lift is niet gevallen. Nou... jawel, want hier zat de lift vast. Dit is de lift, geloof ik. Wat is dat nou voor een waardeloos design? De hel? Oh, dat is jouw inventory. Alsnog gaat dit wel sneller. Gewoon de chest molden, alles oppakken met z'n tweeën. Je hebt de chest. Ah, dit gaat prima. Cool logo. Hoe kan je trouwens alles in één keer
Je pakt een stack aan items. En dan klik je shift ingedrukt en dan dubbelklik je op een stack in je inventory. Oké, zet eens een kistje neer. Jij hebt de kist. Oh. Je moet het zeggen, want dan had je de bricks daarin kunnen doen. Dan pak je ze weer uit, joh. Hupsakee. Handig, hè? Ja, ik zie het. Mooi. Nice. Ga wat sneller. Ik pak even mijn extra bij, anders duurt het echt te lang. Welke ben je mee bezig? Waar ik op sta. Zo. Oké, let's go. Je hebt de chest als het goed is weer. Nee, ik heb hem dit keer. Zo. Nou, dat is niet het ergste in de wereld. We hebben er een beetje slecht voor betaald gekregen, maar hey, jij wou de held zijn. Prima. 20. Ik bedoel, niet eens diamonds of zo. Nee, echt gewoon waardeloze gold nuggets. Nou, we kunnen er misschien een bootje van kopen over een uur. Dan kan ze weer teruggaan en dan kunnen we over dat leuke meertje. Jij hebt de chest. Oh, ja, inderdaad. Zo. Next. Oh, dit gaat wel een stuk sneller. Oh, er zat niks in die chest. Wat de hel? Dat was een lege chest. Misschien had ik die een keer geleegd. Of komt die we zijn. Dus 1, 2. Die daarin. Blijkbaar heb ik verder falling, man. Ja, want je kan vliegen. Oh, dat nee. Zijn bijbels. Oh, that's funny. Het zijn van die boeken. Ja, dat zijn allemaal bijbels die verspreid moeten worden. Oh, dat is echt heel grappig. Zo. Ja, volgens mij zijn er ook wel naar beneden gevallen, of niet? Ja, dacht ik al. Huh! Even vliegen. Wel handig dat ik kan vliegen. Anders zou ik echt de hele tijd het bergpad moeten nemen. Toch wel handig, die engelenpowers. Denk ik. Ik help even. Dat is wat sneller. Door mij te slaan. Zo. Die boeken even nog erin hier. Yes. En die. En dan hebben we nog eentje te gaan. En dan kunnen we naar binnen. Waarschijnlijk als dit er allemaal af is, dan is de lift gerepareerd. Want... Nee. Nee? Dat accepteer ik niet. Maar ja, dat is wel fijn voor hem. Hey. Nee, maar dit moet er toch af om te repareren? Ah, dat is waar. Want het lijkt me dat de lift naar boven was, maar dat het allemaal veel te zwaar was. En dat hij daarom kapot is gegaan. Ah. En hier te pletter is gevallen of zo op de stenen. Ja, want de touwen missen wel, hè? Ja. Dus deze zijn verbonden aan die dingen op die lift. Oh, ik heb de chest. Oeps, sorry. Die dan nodig hebben, toch? Of wel? Ik doe de eieren er gewoon in. Zo. Nou, helemaal goed, jongen. En dan... Hebben we alles? Ja. Ja, zo'n beetje. Ik... Wacht even. Ik ga even de ladder weg. Het is wel zo netjes. Je bent even goed aan het sorteren of moet je nog bij je inventory proberen te komen? Ik mis mijn inventory. Ik kan ook weer inventory eindelijk weer pakken, zo. 1, 2, 3. Ik heb arrows nodig. Had jij niet toevallig wat arrows gejat? Ik heb geen arrows gejat. Geleend? Ik heb ook geen arrows geleend. Materialen voor arrows? Ik heb misschien een hele hoop veren en een hele hoop sticks. Wat ben je aan het doen? Ik probeer bij de onderste, achterste chest te komen. Zonder de chest kapot te maken. Hier, je moet bij deze zijn. Ja. Nee, die. Eentje verder. Oh, wacht, deze. Inderdaad. Ja, heb... ja toch? Heb je hem? Ja. Moest je daar het hele dak voor mollen? Ik kon niet omhoog, ja. Ik kon ook één chest mollen. Like... Maak ik het dak nog? Yes. Oh, bijna. En dan kunnen we eindelijk naar binnen en dit dorp in. Yes. Een beetje stom klusje doen. Ik heb hier nog pijlen, veren en sticks. Held. Maar geen gravel.
Auw! Wat? Hij heeft een magisch schild. Wou je hem neerschieten? Ja. Waarom heeft hij een iPad? Dat is cool. Oké, let's go. Laten we naar binnen gaan. Ja, let's go. Yo. Jongens, was ik... wat heb ik verkeerd tegen jullie gedaan? De oordelende Lava, bloem. Jongens. Beide PA's plan. Ja. Serieus? Ja. Ik was bijna dood. Als Tim er niet was, dan was alles verbrand geweest. Want ik heb geen pickaxe en ik had geen blocks. Nee, maar je kon het zien. Je had het kunnen zien. Het was heel obvious op de 20ste, ook. Nee, op de 20ste pagina stond... Oh, echt? Oh, ja. Dat is geweldig. Ja, nee, ik ging niet op bladzijde 20. Ik dacht, fuck dat. Oh, dat is echt geweldig. Dat had ik ook verwacht. Dus, Oh, nee, dat is echt geweldig. Oh ja, wacht. En als je introduceert, moet je Carcamel gaan doen. Oké, okay, laat ik dan nu even nog doen, oké? Okay? Ja. Even kijken... Ja, natuurlijk. Gargamel. Oh nee! Ik zit in de gevangenis! Oh, you fuckers!